Beste mensen, het is weer al even geleden, van 18 augustus, dat we de actie in Antwerpen gedaan hebben. Die goede actie. Even kort samenvatten, daar zijn toch best wel wat gesprekken uit verder gekomen. Zijn we er al? Nee, belangen niet, maar we zijn toch op een paar plaatsen gehoord geweest. Dat ze ook ons niet wouden horen. Dat we een beetje beschuldigd werden van in verdenkingstelling. Dat ze noemden dat het een ondervraging was en dat soort dingen. Dus we zitten wel op de goede weg. Nu, Zoal de Mier heeft ons nog altijd niet onze tijd aan tijd, om het zo te zeggen, gegund. Want ze gingen alternatief zoeken voor Arendonk, heeft ze niet gedaan. Is ook niet van zin. En hoe meer dat we het over de foute cijfers krijgen, hoe erger het wordt. Dus wil ze zeker niet. Daarom is op 23 september in Evergem op tour met de Mier. En dan zouden we graag toch met nog wat mensen heen gaan. Bij voldoende interesse willen we een bus inleggen vanuit de Noorderkempen. Zijn er nog plaatsen, laat iets weten. Voor naar de Inder te gaan. Best met nog wat boeren, we moeten de druk opvoeren. En ja, Zoal denkt dat ze met alles wegkomt. Vandaag wordt er boek van een beetje rebelsheid gepubliceerd. Hij wordt officieel geopend, of hoe zeggen ze het. Dus laten wij ook onze rebelse schoenen aantrekken en rijden we naar Evergem. Dus beste mensen, laat iets weten. Je kan je inschrijven. Of gewoon even een privéberichtje sturen naar mij. Dat we weten met hoeveel dat we kunnen gaan. En dat we naar Evergem gaan. Het is s'avonds om 8 uur te doen daar. Ik weet het, voor sommigen is het geen goede uur. Maar degenen die mee kunnen, zet hem op. En all for one. Beste mensen, tot 23 september.